En het land? Het land zwijgt. Het land zwijgt, maar het heeft alles gezien. Die nacht. Het heeft de golven gezien. En het water. Het kolkende water. Bulderend. Donker. En koud. Het heeft de dijken gezien die braken. Onmachtig. Met donderend geweld. De huizen weggevaagd. Koeien die werden meegesleurd. Paarden. En mensen. Op stoelen en tafels. Een kind dat verdwijnt. Even weer boven komt. Het verschrikkelijke schreeuwen. En daarna de verschrikkelijke stilte. Hoe had het land niet kunnen zien? Hoe had het niet kunnen horen? Op 31 januari, op zaterdag, zaterdagochtend, was het een zware storm, veel regen. Mijn oom Grat, die kwam elke ochtend bij ons koffie drinken. En die zei toen tegen mijn moeder, maatje, we moeten de vloedplanken neerzetten. Toen stormde, die storm die nam allemaal maar toe, 's middags. En dat denk ik was om een uur of vier. En nou, toen moest ik eigenlijk gaan lopen naast de fiets. En zo ben ik dan thuisgekomen. Ik herinner me wel die storm. En ook dat er een dakpan door het dakraam was gevallen boven. Dus wij mochten al beneden slapen in een soort opkamer. Dat was de slaapkamer van mijn ouders. En dat was een treetje of 4, 5, dat weet ik niet precies meer. Maar het was niet helemaal begane grond. Het was een paar treetjes op. Daar sliepen wij al, omdat het zo'n noodweer was. Dat was op zaterdagavond dus. Ja. En toen stormde het al verschrikkelijk. En toen reed de tram nog uit de Rozenstraat vandaan naar Rotterdam. Dus ik ging met de tram terug. En toen kwamen we bij de Barendrechtse brug. Daar moest de tram altijd over. En daar stond water al zo hoog dat het tegen de tram sloeg. Het havenmeestershuis, havenkade 3, dat was een getijhuis. Dus wij wisten, als er hoog water komt, dat wij maatregelen moesten nemen om het water te keren. Om 10 uur ging ik naar buiten. Het stormde vreselijk. Ik stond met een paar mensen te praten voor het schippershuis. En we zeiden, laten we gauw naar binnen gaan. Dit is levensgevaarlijk. Pannen vlogen door de lucht. Mijn vader of mijn moeder, die gingen nooit naar bed met zulke weer. Als het stormde of onweerde of anders, dan werd er beneden een kermisbed gemaakt. En dan sliepen wij beneden. En nou, dat was ook die avond weer. Dus dat was dan 31 januari. Ja, we zijn naar bed gegaan. Mijn moeder sliep beneden en mijn zus en de kinderen en ik sliepen boven. Dus ja, en het stormde gewoon en er stonden bomen om het huis. En dat, wij vonden dat heerlijk, lekker die wind. Nou, toen konden we slapen. Er waren bijna geen auto's. Maar ik had een vriend en die had een auto. En toen zijn wij uit geweest die zaterdagavond. En toen zijn wij teruggekomen. En toen zijn wij nog naar de buitenkant gereden. En toen stonden er een paar oude schippers tegen de muur van het vroegere gemeentehuis. En die zeiden, de Zeeuw, hier wordt vanavond, vannacht geschiedenis gemaakt. Want om 12 uur is het eb en het water staat nu al gelijk met elkaar. De maan staat verkeerd. De wind staat verkeerd. En het water kan niet weg. Rond 11:30 word ik wakker van het lawaai beneden. Ik hoor mijn broer Henk, die in het dorp was gaan stappen, druk praten. Hij heeft op de terugweg naar huis helemaal niet hoeven trappen, zegt hij. Zo hard stormde het. Daarna val ik weer in slaap. Maar het blijft een onrustige nacht met die storm. Ja, dat water stond natuurlijk helemaal boven aan de dijk. Je zag op het dorp eigenlijk niemand. Er was eigenlijk niet zoveel mensen die dat waargenomen hadden. Ik denk ook dat
Ja, we hadden natuurlijk een radio en geen televisie. Dat de radio ook weinig gemeld heeft eigenlijk, van wat er eigenlijk toch af kon spelen. De vraag was, wat gaat er nu echt gebeuren? Dit was nog nooit gebeurd. Dit hadden de waterschapsmensen ook nog nooit meegemaakt. Dat het om 12 uur eb is en het staat hoog. En het moest nog 6 uur stijgen. Om 6 uur was het vloed. En op een gegeven moment werden we wakker. Om een of andere reden. En toen stond het huis helemaal vol water. Het was 2:15 dat mijn vader de brandweer opgetrommeld heeft en die met de loeiende sirene door het dorp heeft laten rijden en alle mensen heeft gewaarschuwd. Kijk uit mensen, wees op je qui vive. Het is verschrikkelijk hoog water. Wat gaat er gebeuren? De mensen werden dus al vroeg gealarmeerd. Wat had dat tot gevolg? Dat veel mensen hun huizen verlieten en naar de dijk kwamen. Hoop mensen op de dijk en het water werd hoger en hoger. Het ging boven de dorpplein. Wij werden naar boven gestuurd, mijn broer, mijn zus en ik. Want mijn moeder zegt, we hebben geen pottenkijkers nodig, wij moeten dat hier zelf doen. Toen de brandweerauto zijn taak verricht had en het hele dorp gealarmeerd had, toen heeft mijn vader in overleg met de brandweercommandant, de heer Kortes, afgesproken dat de heer Kortes op zijn motor naar Schuren zou gaan en naar de Korte Boomweg. Nou ja, toen s'nachts, toen we hier op de deur gebonkt, dat het water kwam, dat, ja, ik weet niet, dat legt me nog zo bij. Dus ja, mijn pa moet die inpakken en wegwezen. Dus ze hebben de spullen gepakt en pa moet en mijn oudste broer Jan, die namen de fiets mee. Ja, en ik vroeg waarom mag ik mijn fiets niet meenemen, maar ze trokken me mee en toen zijn we de rijweg uitgelopen tot aan de dijk. Om 5:00 wordt er aan de deur geroepen dat de dijk is doorgebroken. In een paar tellen zijn Henk en ik aangekleed en gaan we naar buiten om polshoogte te nemen bij de dam aan de Korte Boomweg, ongeveer 30 meter van ons huis. Maar het water slaat dan al tegen de dam aan en tegen het eind van het haventje. We lopen snel terug. We hoeven maar weinig met elkaar te praten, want we weten allebei hoe het ervoor staat. De enige vluchtweg naar de dijk is afgesloten. We kunnen geen kant op. Als je dat tegen mensen midden in de nacht zegt, je moet weg, hè, want het water komt, hè, dan moet dat wel met ontzettend veel overtuigingskracht gebeuren voordat mensen hun huis en hart verlaten. Onder die slaapkamer was ook een kelder en die stond natuurlijk ook helemaal vol met water en dat klotst ook zo. Dus toen ging mijn vader op de gang kijken. Ja, toen zag hij wel dat alles vol water stond. Toen heeft hij als eerste mijn broertje uit de voorkamer gehaald, want die stond er in de wieg. En die eerst naar boven gebracht. En toen heeft hij ons allemaal op de trap gezet en allemaal naar boven gestuurd. En ja, dat is eigenlijk wat ik me daarvan herinner. En ook dat we op de hooizolder moesten. We mochten niet gewoon boven, maar we moesten naar de hooizolder toe. Ik denk omdat hij al een vermoeden had dat het niet helemaal goed ging, met het huis ook, dat we daarom naar die hooizolder moesten. En daar hebben we toen nog 2 dagen gezeten. Terug in ons huis worden de kleine kinderen snel aangekleed. Waardevolle spullen gaan naar boven. Ik laat de varkens uit het hok. We gaan allemaal naar de zolder en wachten op wat komen gaat. Zomaar zitten te wachten is voor mij een kwelling. Ik wil iets doen. Van een paar deuren en wat hout en touw een vlot maken en dan hulp gaan halen. Maar het antwoord van mijn vader is kort en duidelijk. Nee, Bas, dat red je nooit. Terugkijkend denk ik dat hij de juiste beslissing heeft genomen. En ook dat hij zo passief bleef, was achteraf begrijpelijk. Zo kon hij paniek voorkomen.